Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe MVI-les. Vandaag ga ik het over productfotografie hebben. Bij productfotografie is het erg belangrijk dat je je product zo mooi mogelijk laat zien. En eigenlijk laat zien waarom jij dat product zou moeten kopen. Productfotografie kun je voor verschillende dingen gebruiken. Zo is er eten, kleding, maar ook een heleboel andere artikelen, zoals sportartikelen en al dat soort dingen. Het is de laatste tijd ook steeds belangrijker geworden, nu we op social media en op internet steeds meer producten gaan verkopen. Want zeg nou eerlijk, eet je liever iets dat er zo uitziet, of iets dat er zo uitziet? Bij productfotografie zijn een aantal dingen belangrijk. Zo is allereerst belangrijk dat je rekening houdt met het voorwerp wat je gaat fotograferen en dat je daar een passende vorm voor kiest. Want een voetbal zet je niet gauw op een eettafel. Tenzij dat je bedoeling is en je er een verhaal mee wilt vertellen. Dat kan. Hou vooral ook rekening met het licht. Dit is iets wat we vaker hebben besproken en waar je nu vooral ook rekening mee moet houden. Nou, vorige week hebben we bijvoorbeeld ook geleerd hoe je een studio kunt bouwen. Misschien kun je deze daarvoor gebruiken. Producten kunnen op verschillende manieren worden getoond. Hier een aantal voorbeelden. Kijk vooral ook eens op internet naar voorbeelden van productfotografie, want er zijn allerlei verschillende manieren. Ik heb je al een aantal voorbeelden gegeven. Hou vooral ook rekening met je compositie, oftewel hoe je iets in je kader gaat plaatsen. Het kan zijn dat als je iets perfect in je beeld ligt, dat het er nog saai uitziet. Wat je dan moet doen, is het kaderen. Dan plaats je er dingen omheen, waardoor het beeld zelf interessanter wordt. Wat ik nu wil dat je zelf gaat doen, is 3 producten fotograferen. Allereerst wil ik dat je een kledingstuk gaat fotograferen. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Ten tweede wil ik dat je eten zo mooi mogelijk gaat neerzetten. En als laatste mag je er zelf in kiezen. Kies je allerleukste voorwerp. Misschien is dat een van je sportdingen, of misschien is dat een van je andere hobby's. Kies iets tofs uit, maak er iets heel erg moois van. Als je klaar bent met je foto's, bewerk je ze weer in de Adobe Lightroom app. Vervolgens lever je je bewerkte en onbewerkte versie in, zodat ik het verschil tussen beide kan zien. Maak er iets heel tofs van. Ik weet dat jullie het kunnen. Wees creatief en lever iets heel gaafs in. Heel veel succes en vergeet vooral niet confetti.